Op zaterdag 7 en zondag 8 september vindt voor de vierde keer Sinti-festival Lacho Diwes plaats. Ja, deze jaar pakken we het eigenlijk redelijk groot aan. En Beekendonk, we wouden dit jaar eigenlijk terugkomen in Beekendonk. Maar de trein is voor ons te klein. Dus we hebben nu drie hectare gehuurd. Uh, want we verwachten ook heel veel mensen. En uh, we willen het groot aanpakken voor de gasten die daar allemaal naartoe komen. 7 en 8 september uh, is de festival. En zondag, eh, middags. dan hebben we een kerkdienst in Mariahout. Een bijeenkomst voor mensen die er allemaal mee willen komen. Eh, daar hebben we dan eigenlijk een Mariagod. Wij afzien die eh, zeg maar, prijzen altijd eh, onze Maria, omdat we heel gelovig zijn. Daarom hebben we zondag ook bij de kerk zeg maar, een, een bijeenkomst voor iedereen die daar wil komen. En 7 en 8 september is onze festival op de trein. ...in de gemeente -de rode. Van eten en drinken en dans kunnen de bezoekers van me ...en we hebben deze jaar Pelle Pares geboekt. En we hebben ook deze jaar Django Wagner geboekt... ...hier bij Lacho Diewers. En de Rosenberg Trio. Dus er zijn zoveel, eigenlijk veel voor op te noemen... Dus laat jullie eigenlijk verrassen. Kom bij Laat op 7 en 8 september. Want ja, we verwachten echt wel tussen de 3.000 en de 5.000 bezoekers in die twee dagen tijd. Ik denk dat wij de goedkoopste festival van de omstreken zijn. Voor 5 euro kunt u eigenlijk geen uh, festival naartoe gaan. Dus dat voor 5 euro, ja, met zo'n grote artiesten, zulke grote namen. Ja, kan je het niet voor laten.